Hallo allemaal, welkom bij Vlogmasdag nummer 9 en 10. Ik heb het niet in 2 dagen opgenomen, ik heb het gewoon alleen vandaag op zondag opgenomen. Maar ik heb wel weer iets leuks voor je verzonnen. Als je nieuw bent hier, mijn naam is Agnes en dit is Vlogmas. Vlogmas, dat zijn eigenlijk korte vlogjes in de maand december. Ja, waarin ik je eigenlijk van alles en nog wat laat zien. Ik neem je mee gedurende mijn werkweek, maar ik laat je ook knutsel zien. Ik laat je naaidingen zien. Ik laat je eigenlijk van alles zien. Ja, wat me maar te binnen schiet. Mocht je zelf nou nog ideeën hebben van dingen die ik kan laten zien tijdens Vlogmas. Of dingen die je wil weten, als je vragen hebt of wat dan ook. Laat dan even een berichtje achter hieronder in de comments. Dan hoop ik natuurlijk dat ik daarop terug kan komen. Alle Vlogmas vlogjes van dit jaar, die kun je terugvinden in een playlist. Die heet Vlogmas 2023. En ik heb ook nog andere playlisten. Die van vorig jaar, Vlogmas 2022. En Vlogmas 2021. En volgens mij ook nog Vlogmas 2020. Ik weet het niet. Ik heb meerdere van dat soort playlists op mijn YouTube kanaal staan. Dus als je naar de homepage gaat van mijn kanaal, dan kun je die daar allemaal terugvinden. Ik was een beetje op Pinterest aan het kijken en toen kwam ik een paar ornamentjes tegen voor in de kerstboom gemaakt van knopen. En die heb ik dus gemaakt vandaag en ik heb er een aantal gemaakt. Het zijn een soort kerstboompjes die je in de boom kunt hangen. Gemaakt van knopen dus. Eigenlijk een super simpel projectje. Ik heb natuurlijk een filmpje gemaakt van hoe ik deze gemaakt heb en dat zal ik er nu even tussenin plakken. Vandaag heb ik weer een knutsel voor jullie. Ik zag deze op Pinterest en die leek me leuk, want ik heb heel veel knopen over. En voor een paar ornamentjes in de boom leek het me wel leuk om deze kleine kerstboompjes te maken. En ja, het enige wat je daar eigenlijk voor nodig hebt is wat knopen in verschillende maten en verschillende kleuren. Wat kraaltjes en een stukje draad natuurlijk. En in dit geval heb ik gewoon wat garen gebruikt wat ik nog over had. Dus dit zijn eigenlijk de materialen die je nodig hebt. Nou heb ik door de jaren heen heel wat knopen verzameld. Maar 2 jaar terug heb ik ook een hele grote aankoop gedaan met knopen. Had ik verschillende kleuren. Had ik verschillende zakjes van besteld online. Maar ik zag ze laatst, ook knopenzakjes bij de Action in de winkel liggen. Dus daar zou je bijvoorbeeld ook kunnen kijken voor knopen. Ik heb hier dus een aantal knopen verzameld die ik van groot naar klein heb neergelegd. Groot naar klein. Deze knopen zijn eigenlijk allemaal dezelfde grootte, maar omdat ze zo'n ander uiterlijk hebben, heb ik ze wel bij elkaar gelegd. Ik heb niet van alle knopen heb ik een mooi rijtje van groot naar klein. Maar goed, dat maakt ook eigenlijk niet uit als het dan maar verschillende knopen zijn. En zelfs als het dezelfde knopen zouden zijn, zou het nog niet uitmaken. En die ga ik met deze naald en draad ga ik die aan elkaar rijgen. Ik heb aan de onderkant wat grotere kralen genomen. Maar er zit ook een wat groter gat in. En omdat ik eigenlijk dit draadje niet aan de onderkant wil zien, heb ik een kleiner kraaltje genomen. Waar ik de draad straks omheen ga doen, zodat die niet in dit gaatje verdwijnt. En uiteindelijk komt het er dus zo uit te zien. Dus dan zie je maar een heel klein stukje draad eigenlijk aan de onderkant van het kraaltje. Op die manier is het net alsof er een stammetje onder zit. En bovenin heb ik een zilverkleurig kraaltje gedaan, wat dan de piek voor moet stellen. Ik heb nog gekeken of ik sterretjes had. Als je van die sterretjes hebt, dan zou dat misschien wel heel leuk zijn om dat erop te doen. Maar dat soort kraaltjes had ik niet liggen. Ik heb dus gewoon zilverkleurige kraaltjes genomen. En, zodat het lijkt alsof er een piek op zit. Dus uiteindelijk heb je een stammetje, een boom en een piek. Dus dat is eigenlijk wat ik gedaan heb. Het is echt super simpel. Ik heb dit Willemientje. Heb ik om het kraaltje door, om de draad door het kraaltje te rijgen. Dat is namelijk de enige waar deze naald niet doorheen kan. Dan is het achterste gedeelte te dik en ik kon zo snel mijn kraaltjesrijger niet vinden. Dat is een flexibele, dat is eigenlijk hetzelfde als wat hier bovenop zit, maar dan groter en flexibel. Die kon ik nergens vinden, dus ik heb een Willemientje gepakt. Waardoor ik wel de draad door dit
hele kleine kraaltje kan krijgen. Want die zet je er dan zo op. Je doet de draad hier doorheen en dan trek je het kraaltje eroverheen. Dus dat ga ik eigenlijk doen. Het is eigenlijk niks anders als een stukje draad afknippen. Zoiets bijvoorbeeld. En dan pak ik het Willemientje. Dan doe ik dat kraaltje erop. Kraaltje erop. Dan rijg ik de draad. En dat is nog wel een beetje lastig. Door het Willemientje heen. En dan trek ik het kraaltje erop. En dan haal ik het Willemientje eraf. Dus dan heb ik een kraaltje. Dit is eigenlijk dan de onderkant van het hele kerstboompje. En dan pak ik één kant en dan doe ik de draad door de naald heen. Zo. En dan rijg ik alle kraaltjes in de volgorde waarin ik ze heb neergelegd, rijg ik er met de ene kant van het draadje doorheen. Dan pak ik natuurlijk één gaatje. Het is dus echt een super simpel werkje eigenlijk. En heel leuk als je heel veel knopen over hebt. Of als je bijvoorbeeld kaarten maakt of scrapbook doet, heb je vaak ook heel veel knopen. Dan rijg je ze dus allemaal aan elkaar. Dan heb je het ene draadje er doorheen. Even iets meer ruimte nemen voor mezelf. En dan pak je de andere kant van het draadje. Ik denk dat dit het hele moeilijkste is van het hele verhaal om de draad door de naald heen te krijgen. Zo. En in plaats van dat ik dan door het kraaltje heen ga, ga ik langs het kraaltje op door het andere, het grotere kraaltje heen. En dan werkt het als een soort stoppertje aan de onderkant. En dan rijg ik alle knopen nog een keer aan. Maar dan door het andere gaatje. En als je vier gaatjes hebt, zoals met deze knoop, dan pak je natuurlijk het gaatje er tegenover. En dan rijg je nog een keer alle knopen eraan. Zo. Oppassen dat ik het kraaltje hier niet kwijtraak. Ik zal deze er eerst eventjes doorheen halen. Deze knoop wil niet echt. Oké. Nou, bij dit gaatje komt hij er net niet doorheen, die naald. Dus ik ga hem even iets groter maken. Wat ik in feite doe, is dan met de punt van de schaar even erin. Het zijn plastic knopen, dus als je een beetje heen en weer gaat, dan maak je het gaatje iets groter. En dan hoop ik dat hij er wel doorheen past. Nou, dat werkt dus niet. Dan gaan we het anders doen. Ik doe het natuurlijk bij jullie voor. Ik heb natuurlijk wel al boompjes gemaakt, maar bij deze knopen kon de naald wel net door alle gaatjes heen. En bij deze lukt het dus niet. Maar geen probleem, want ik heb dat Willemientje nog. Dus die steek ik dan gewoon aan de achterkant door het gaatje heen. Het is dan wel iets meer werk, maar... En dan... wat ik er doe. En dan haal ik het draadje daar doorheen. En trek ik het Willemientje er doorheen. En dan heb ik dat probleem niet, dat de naald er niet doorheen past. De rest van de knopen, hoop ik, gaan wel gewoon door het draadje heen. Of door het oog heen. Even. Weer eventjes indoen. En dan de rest van de knopen.
misschien een iets langer draadje moeten nemen. Ja, goed. Zo. En anders laat ze door het bovenste kraaltje heen. Door hetzelfde gat. En dan heb je dus een mini kerstboompje van kraaltjes. En wat ik gedaan heb om het uiteindelijk vast te maken, is eigenlijk een knoopje leggen. Twee eigenlijk. Eén. Twee. En dan de bovenste twee een stukje ruimte overlaten. En dan hierbovenin nog een knoopje. Zo. Zodat je het de rest van het draadje kunt gebruiken om het aan de boom te hangen. En dit knip je even af. Dus, nou, ik hoop dat de rest iets makkelijker gaat. Het Willemientje is dan inderdaad ook handig voor als de naald niet door de gaatjes heen kan. Op de een of andere manier kon die ene kant wel, maar de andere kant niet. Nou, dan gebruik ik dus het Willemientje om even de draad er doorheen te rijgen. Ik ga nu de rest van de knopen ook even aan elkaar rijgen, zodat je het proces nog een keertje kunt zien. Thank you.
Ja, zoals je ziet is het eigenlijk een super simpel projectje. Het enige is dat je dus inderdaad knopen moet hebben van verschillende groottes, verschillende kleuren. Ik heb ze allemaal een beetje in dezelfde kleur gehouden, want dat vond ik leuk. En ja, die gaan bij mij dus straks in de kerstboom, zodat die ook weer een beetje gevuld raakt. Ik heb nog meer leuke projectjes gevonden om te maken voor in de kerstboom. Dus dat ga je de komende tijd ook nog zien. Vandaag heb ik weer eens in mijn stoffenstash lopen neuzen. Want ik had gezegd dat ik een aantal stoffen zou wegwerken in deze periode. En ik heb eigenlijk buiten mijn pyjama heb ik nog verder niks afgemaakt. Want ik was natuurlijk met die 12 Days of Christmas boxen heel druk. En daarnaast ook natuurlijk met de Sloan sweater voor Love Notions. Maar ik heb deze stof, die heb ik jullie een paar weken geleden laten zien. Die heb ik er maar eens bij gepakt en ik ga vanavond, als ik klaar ben met het editen van de vlog, ga ik eens eventjes kijken wat ik hiervan kan gaan maken. Dit is een ripstof, maar de rib loopt dus overdwars. Dus zo over de stof heen in plaats van zo. En er zit behoorlijk wat rek in. Het is een sweaterstof. Dus het gaat in ieder geval een sweater worden. En ik heb waarschijnlijk genoeg stof om daar ook een broek bij te maken. Dus een soort joggingbroek. Nou, heerlijk warm voor van de winter natuurlijk. Maar ik moet maar eens even gaan kijken. Want ik heb zo niet echt in mijn hoofd welk patroon ik hiervoor kan gebruiken. Ik denk dat ik iets ook wil met een boothals. Zoiets als deze. Dit is de Terra Tunic van Love Notions. Met van die knoopjes hierbovenop. Ik zal eens kijken of die misschien geschikt is voor wat ik wil. Het is een trui die ik heel veel draag eigenlijk. En eigenlijk wil ik er wel een paar nieuwe van. Maar dan zonder die knopen hierbovenop. Dit zijn gewoon nepknopen. Dat kan verder niet open. Maar ik vind dit voor één trui vind ik wel leuk. Maar ik zou dit niet bij alle truien willen hebben. Dus ik denk dat ik even ga kijken of ik deze trui met deze stof kan combineren. Ja, en dan even kijken wat voor soort broek ik er nog bij zou kunnen maken. En dat is dus iets wat ik de komende dagen dan wil gaan doen. Voor de rest, ja, is het de bedoeling dat ik mijn sashiko borduurwerkje ga afmaken deze week. Ik ben er nog niet mee begonnen, maar als ik me even kwaad maak, dan heb ik dat met een paar uurtjes vast wel af. Ik ben op dit moment nog bezig met het patroon wat bij de 12 Days of Christmas box hoort. Daar kan ik dus niks van laten zien, want dat komt dan pas 25 december. Dan krijgen de mensen die een giftbox hebben besteld, die krijgen dat patroon in de mailbox. Het is uiteindelijk, zal het wel de bedoeling zijn dat dat patroon ook online komt te staan. Maar dat zal dan pas in het komende jaar zijn. Ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren, en ik weet niet hoeveel jaar ik dit eigenlijk al doe, de 12 Days of Christmas box. Maar ieder jaar zat er wel een patroon bij wat ik zelf ontworpen had. En ja, dat was dan geschikt voor de strengetjes die in de pakketten zaten. Maar die patronen die zijn dus nooit uitgebracht. Misschien moet ik die maar eens bundelen en dan ook online zetten. Alleen ik ben bang dat dat niet in januari gaat worden. Omdat ik natuurlijk in januari alweer naar een beurs ga. Dat is de handwerkbeurs natuurlijk. De handwerkbeurs die voorheen altijd in Zwolle gehouden werd. Die gaat nu naar Houten toe. En dat is van 11 tot en met 14 januari. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat ik nu aan het eind van het jaar al bezig moet gaan met het verven voor straks de beurs in januari. Het is allemaal een beetje kort dag. Er moet natuurlijk nog veel geverfd worden. Waar ik eerder druk was met de 12 Days for Christmas boxen, ben ik nu dus druk bezig met de voorbereidingen voor de handwerkbeurs alweer. En dat moet dan toch wel de laatste weken van december en de eerste twee weken van januari. En dan sta ik alweer op een beurs. Dus wat dat betreft zijn niet zo heel veel weken meer waarin ik veel kan doen. Maar goed, ik probeer in ieder geval zoveel mogelijk in het voren te werken. Zodat ik niet alles op het laatste moment hoef te laten komen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat ik dus eigenlijk geen tijd heb om dan die patronen helemaal na te kijken en te laten testen. Dus dat zal pas na januari zijn. Dan komt er weer een beetje een rustige periode aan. En dan wil ik eigenlijk toch echt wel met die patronen aan de gang. Want ik heb in de afgelopen jaren zoveel patronen ontworpen die nooit online zijn gekomen. En ik weet dat ik dat vaker geroepen heb. Maar ja, het moet er gewoon echt een keer voor komen. Dus 2024, dat is mijn goede voornemen. Ga ik alle patronen die ik heb gemaakt in
de afgelopen jaren en die niet online staan, die ga ik allemaal nakijken en zoveel mogelijk daarvan online proberen te zetten. Ja, zodat iedereen daar plezier van kan hebben, in plaats van dat ze nou ergens in een vergeten mapje staan op mijn computer. Dus ja, dat is het plan voor de komende tijd. Voor de komende week wil ik in ieder geval gaan kijken naar een patroon voor een sweater. Waarschijnlijk wordt dat dan de Terra Tunic, want die zit gewoon lekker. En dat is gewoon een lekkere vlotte sweater die dan bij een spijkerbroek kan. Maar waar je dus ook inderdaad, als er nog een broek uit kan, gewoon lekker mee op de bank kan hangen. Als een soort joggingpak. Dus dat is wat ik de komende week ga doen. En mijn sashiko afmaken. En dan heb ik alweer genoeg op mijn bordje liggen, denk ik. Er komen deze week dus ook nog weer wat knutsels aan die ik heb gevonden. Die me erg leuk lijken om te maken. Dus daar ga je zeker ook nog wel het een en ander van terugzien. Maar voor nu is het dus even deze ornamentjes die ik gemaakt heb. Die ga ik zo in de boom hangen. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Geef even een duimpje omhoog als dat zo is. En als je nou nog niet geabonneerd bent, klik dan even op het knopje hieronder. Kost jou verder niks, maar je doet er mij een heel groot plezier mee. En dan wens ik je nog een hele fijne avond. En tot morgen maar weer. Doei!